Welkom op deze webinar over de H3O van de Voorkempen. Ik ga mezelf even voorstellen. Ik ben Ivo Palmers. Ik ben het afdelingshoofd van het Vlaams Planbureau. Wij zijn de onderzoeksafdeling van het departement Omgeving. Wij doen onderzoek, wij doen monitoring, wij doen evaluaties, we zetten data op. Rond bepaalde thema's hebben wij heel veel expertise rond geologie, bodem, gezondheid, ruimtelijke ordening. We zetten ook datastromen op. De databank Ondergrond Vlaanderen is een van onze grote platformen dat al een tijdje bestaat, maar dat ook wel zeer belangrijk is voor deze problematiek. Vandaag wil ik het H3O-team verwelkomen die hard gewerkt hebben aan dit traject. En wij presenteren vandaag het derde H3O-project van de Voorkempen. H3O staat voor geologische en hydrologische 3D-modellering van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van de Voorkempen. Wie is we? We gaan even de partners voorstellen. Misschien goed dat de trekkers de camera opzetten. Wie zijn de opdrachtgevers? Vanuit Nederland is het de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en TNO, de geologische dienst. Vanuit België is het departement Omgeving, Vlaams Planbureau, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Belgisch Geologische Dienst. Het traject zelf is uitgevoerd door TNO, de Geologische Dienst Nederland, VITO, Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en de BGD, de Belgisch Geologische Dienst. Dus ik wens alle projectpartners te bedanken voor de vruchtbare samenwerking, maar ik bedank ook de leden van het begeleidingscommissie en de reviewers die zorgden voor een kwalitatief product. Het is nu de derde keer dat we dit presenteren. Vandaag doen we dat via een webinar. In de vorige sessies zijn die gebeurd in Maastricht en in Eindhoven. De H3O-projecten bieden enorm veel data en informatie in een grensoverstijgend gebied. Zeker voor Vlaanderen, een locatie waar heel veel gebeurt in de ondergrond. Dus zeker beleidsrelevant om die data up-to-date te houden, maar ook om wetenschappelijke inzichten te genereren over de grens heen, die dan ook kunnen terugvloeien naar de 3D-modellering. We bouwen dus kennis op die belangrijk is voor de Vlaamse ondergrond, zowel diep als ondiep. In de grensstreek, resultaten die dan uiteindelijk terugvloeien naar onze referentieopdrachten van de ondergrond. Het geheel onderbouwt wetenschappelijk. Het geheel is een wetenschappelijke onderbouwing voor het omgevingsbeleid. Een van de strategische doelstellingen van onze minister van Omgeving, Soegal de Mier, waar toch wel specifiek ook naar verwezen wordt in haar beleidsnota omgeving. Ik verwelkom ook graag Stef Vliegen, raadgever van het kabinet van onze minister, de bevoegde omgeving. Stef gaat het hele webinar volgen en hij zal op het einde van de webinar ook een korte reflectie geven van deze dag. Misschien de indeling, Katrien, van wat we vandaag gaan doen. Dus we gaan starten met de verwelkoming. We gaan starten met hoe is die modellering opgezet door de trekkers van de opdracht. En dan gaan we dieper in rond bepaalde thema's die interessant zijn voor deze modellering, namelijk een stuk de geothermie, dan de grensoverschrijdende grondwaterwinning en een aantal klimaatissues. Goed, dat is het programma. Morgen is er ook nog een... Ja? Was er een vraag? Nee. Morgen is er ook nog een netwerkmoment. Het is eigenlijk een tweedaagse. Dus dan is er een excursie naar de Kalmthoutse Heide. Dus ook in het projectgebied. Op het programma staat een korte wandeling en een bezoek van een aantal geologische stops, zowel aan Vlaamse als Nederlandse zijde.
We kijken natuurlijk naar een aantal facetten, natuur, landschap en grondwater. En dan zal ook een bezoek gebracht worden aan de waterproductie van PIP daar. Goed, dit is het programma vandaag en morgen. Dan een aantal toch vragen, technisch. We zitten in een webinar. Dus we vragen aan iedereen om de micro uit te zetten, behalve voor de spreker uiteraard. Ik moet ook mededelen dat de webinar opgenomen wordt. Dus dat is gebruikelijk. Wij zullen de opname ook delen, aan, ook zeker aan de mensen die niet kunnen meedoen vandaag. En we zullen ook de slides meegeven met de opname die we nu gestart zijn. Vragen zijn mogelijk, maar we stellen voor om dit in de chat te stellen. Katrien zal dat monitoren, zal kijken of er al rechtstreeks in de chat kan beantwoord worden. Als het te moeilijk is, dan zullen we achteraf die antwoorden doorsturen. Oké, dus de vraag is ook om, het is een webinar, dus het is belangrijk dat we ons een stuk aan de timing houden. Dus probeer ook binnen die 10 minuten te blijven. Alvast denk ik dat het een heel interessante studiedag gaat zijn. Dus heel veel interesse voor wat er vandaag gaat gezegd worden. Maar ik hoop ook dat het beleidsmatig kan opgepikt worden in latere beleidstrajecten. Dus ik ga het hierbij laten en ik ga nu het woord geven aan de uitvoerders van het project. Jan Walstra, Jeff Dekkers en Ronald Vernes. Ik dacht dat Jeff ging delen en dat we zo kunnen starten. Oké, veel succes en ik verdwijn nu uit het beeld. Hartelijk dank. Mijn naam is Ronald Vernes. Ik zal beginnen samen met mijn collega's Jeff Dekkers en Jan Walstra om u vanochtend een presentatie te geven van het project HDO de Kempen zelf, van de resultaten die behaald zijn en de conclusies die wij getrokken hebben uit dit project. Hoe ziet onze opzet voor vanochtend eruit? Allereerst een introductie met een korte geologische verkenning van het gebied. We gaan in over de achtergronden van het project, wat de doelstellingen zijn geweest en hoe de projectorganisatie is geweest. Vervolgens een heel stuk over de uitvoering, welke data dat we gebruikt hebben, hoe de correlatie tussen de geologische eenheden uit België en Nederland is en ook natuurlijk de hydrogeologische eenheden. Hoe de interpretatie van de data is uitgevoerd en natuurlijk een belangrijk stuk is de modellering van de geologische en hydrogeologische eenheden. De resultaten van het project komen aansluitend aan bod en zullen afsluiten met de conclusies. Ik geef nu het woord aan Jan Walstra die u mee gaat nemen door de geologie van het gebied. Ja, dankjewel Ronald. Ik hoop dat jullie me allemaal goed horen. Ik zal een korte schets geven van de geologie van het gebied. Te beginnen hier een kaart die de context van het H3O-projectgebied geeft ten opzichte van enkele belangrijke geologische structuren in de regio. De voorkempen die hier wordt aangegeven met blokje 3 bevinden zich op de flank van het massieve Van Brabant dat zich in de diepere ondergrond van Vlaanderen uitstrekt. Tijdens de alpine orogenese kwamen de oude massieven op het scherm. Verdwijnt nu. Ik ga ondertussen door. Tijdens de alpine orogenese kwamen de oude massieven in België en in Duitsland omhoog, terwijl in het noorden het Noordzeebekken voortdurend bleef dalen en opgevuld raakte met dikke pakken sediment. Dan verder naar het oosten bevindt zich de Roldalsslenk. Dit is een tektonisch actieve zone, waardoor de snelle dalende sedimentlagen nog veel dikker zijn geworden. Kortom, het huidige projectgebied bevindt zich in een geologisch vrij stabiele en ongecompliceerde setting. Dat wil zeggen, we hebben geen last van breuken hier. En dit in tegenstelling tot de twee vorige Belgisch-Nederlandse H3O-projecten die in en langs de Roerdalslenk gesitueerd waren.
Hoewel de geologische opbouw van het gebied vrij eenvoudig is, was te verwachten dat er toch wel degelijk nog de nodige problemen zouden zijn bij de correlatie tussen sommige Nederlandse en Belgische eenheden. Deze kaart geeft een beeld van de paleogeografie tijdens het Cenozoïcum. In dit geval is het een snapshot van zo'n 25 miljoen jaar geleden. De voorkempen hebben gedurende het hele Cenozoïcum steeds min of meer aan de rand van het Noordzeebekken gelegen. En door schommelingen in het zeeniveau, de positie van de kustlijn en in de aanvoer van sedimenten zijn er voortdurend verschillen opgetreden in de afzettingsmeer en de eigenschappen van de sedimenten. En deze transities kunnen aanzienlijk zijn, zelfs over korte afstanden. En hebben in het verleden al geleid tot verschillende interpretaties en definities van van dezelfde geologische eenheden aan weerszijden van de grens. Dit geologisch profiel geeft een algemene indruk van de geologische opbouw van het gebied. De eenheden hellen over het algemeen af in noordoostelijke richting en liggen dus dichter aan de oppervlakte in België. Nog opvallend is het dikker worden van de kwartaire en neogene eenheden. Dikker worden richting het centrum van het Noordzeebekken. Dan in de volgende slides zal ik aan de hand van enkele korte impressies een overzicht geven van de geologie en daarbij ook laten zien hoe relevant de kennis van de ondergrond eigenlijk wel is en het nut om daarbij ook over de grenzen samen te werken. En verschillende van de aspecten die ik behandel, die sluiten aan bij onderwerpen die we later vandaag of morgen tijdens de excursie ook nog terug zullen zien. Ten eerste, we beginnen met het relief van het landschap, dat hier in het gebied duidelijk de geologische structuur volgt. In het westen en zuiden zien we op de hoogtekaart een opvallende stijlrand. Wel bekend waarschijnlijk bij jullie als de Brabantse Wal in Nederland of de Kempische Microcuesta in België. Deze stijlrand hangt samen met de aanwezigheid van de kleilagen van de Kempen. Of de formatie van Waalgen in Nederland genaamd. En die ontsluiten daar in die zone en bieden weerstand tegen erosie. Achter het Cuesta-front helt het terrein geleidelijk af naar het noord-noordoosten. En het volgt daarbij de algemene trend van de onderliggende geologie. Als we inzoomen op het gebied rond de Brabantse Wal en Kalmthout, waar we morgen ook een bezoek zullen brengen, dan zien we daar enkele opvallende duinmassieven uitsteken. Die zijn getuigen van de koude klimaatomstandigheden tijdens de laatste ijstijd, toen de zand opwaaide vanuit de kale riviervlakten en hier duinen vormden. Deze landschapselementen worden zeer hoog gewaardeerd. En zijn samen met vele andere geosites opgenomen in het op te richten Geopark Schelde-Delta, wat momenteel in afwachting is van erkenning door UNESCO. Een ander aspect is dat de voorkempen, het gebied is gekend voor de verschillende oppervlaktedelstoffen die er traditioneel worden ontgonnen. En dan heb ik het met name over de kleien van de Kempen en de kwartaire zanden. Hier afgebeeld op deze slide zijn de ontginningen van de klei van Rijkenvorstel in Beersen en van het zand van Waalre in Ossendrecht. En daarbij kan ik nog vermelden dat de Boudewijngroeve in Ossendrecht is momenteel buiten gebruik. Maar dat is een aardkundig monument vanwege de waardevolle ontsluitingen van de pleistocene zanden. Het gebied is ook van belang voor de drinkwatervoorzieningen in de regio. Het belangrijkste watervoerende pakket bestaat uit alle zandige afzettingen tussen de kleien van de formatie van Weelde bovenaan en die van Boom onderaan. Dit pakket wordt aan de Belgische zijde ook wel het Kempens aquifer systeem genoemd. Het zijn overwegend marine afzettingen en die omvatten onder meer de schelpbehoudende zanden van de formatie van Lillo en Oosterhout. En de glauconiethoudende zanden van de formatie van Diest en Diesen. Aan de rechterzijde ziet u de interpretatie van een boring ter plaatse van de
piekbaar grondwaterwinning in Essen, waar we morgen ook een kijkje zullen nemen. Het watervoerende pakket daar heeft een totale dikte van ruim 100 meter. En hier aan de onderaan zit hier nog een foto van de typische glauconiet houdende zalmen van de Diezenformatie. De gegevens en inzichten over de grens delen kan ook heel leerzaam zijn. In België is er bijvoorbeeld vanouds veel kennis over de neogene formaties, omdat ze immers ontsloten zijn en goed toegankelijk. Aan de Nederlandse zijde berust veel kennis van deze formaties op de interpretatie van boringen en seismische gegevens. De bovenste twee figuren geven interne structuren binnen de formatie van Diest weer, zoals die in België waargenomen zijn. Het onderste figuur is de Nederlandse seismische lijn die in het project geherinterpreteerd werd. En die laat zien, ik weet niet of het heel duidelijk is, maar er zijn hier een paar zwarte horizonten aangegeven. Die laten zien dat de progradatiestructuren zich daar verder zetten in de ondergrond. En op basis van paleontologische analyses van boormonsters door TNO werd bovendien aangetoond dat deze structuren naar de noorden toe steeds jonger worden. En daarbij zelfs het grensvlak tussen de formaties van Diezen en Oosterhout overbruggen. En dit waren nieuwe inzichten die we tegenkwamen. En het gaf afhankelijk wel wat de nodige problemen met hoe interpretaties met elkaar te vergelijken waren. Dan tenslotte nog even een kort woord over de toepassingen van geothermie, waarin wat tegenwoordig momenteel zeer actueel is. Recente studies in Nederland hebben zich bijvoorbeeld specifiek gericht op de eigenschappen van het zand van Brussel als potentieel reservoir voor de ondiepe geothermie. Dat is ook zeer relevant in deze regio. Dan geef ik het woord weer terug aan Ronald. Dankjewel, Jan. Ik zal u verder wat gaan vertellen over de achtergrond van dit project. Waarom hebben we dit Terra Adrio-project uitgevoerd? Als je gaat kijken naar het beheer en beleid rond de ondergrond, dan is geologische en hydrogeologische informatie daarvoor essentieel. Wat je hebt als je in een grensregio gaat werken, dan heb je behoefte aan informatie van het buurland. En dan moet je informatie van dat buurland gaan vergaren. En wat je in de praktijk ziet, is dat die informatie niet naadloos op elkaar aansluit. Je hebt problemen om die informatie te combineren. En dat resulteert vervolgens in onzekerheden in de kennis over de ondergrond en over het grondwatersysteem daarin in die grensregio's. Als we het hebben over kaarten, dan hebben we het natuurlijk tegenwoordig ook over modellen. Nou, deze slide geeft u een overzichtje van de huidige modellen in Vlaanderen en in Nederland. In Vlaanderen hebben we het over het G3D-V3 model, het geologische model. En het bijbehorende hydrogeologische model H3D-V2. Als we het over de Nederlandse modellen hebben, dan praten we over het geologische model DGM-Diep. Vooral gericht op de diepere ondergrond. Het ondiepere geologische model DGM. Het Voxel-model Geotop, dat zich vooral richt op de bovenste tientallen meters. En het landelijke hydrogeologische laagmodel Regis 2. Nou, als je dus die informatie wilt gaan combineren, dan, zoals ik dat al aangaf, dan gaat dat niet naadloos. Hier een voorbeeldje voor het gebied Hadrio de Voorkempen. Met daarin een doorsnede opgenomen hoe die modellen voorafgaand aan dit project op elkaar aansloten. Waar je tegenaan loopt als je informatie wil gaan combineren, is dat je sowieso te maken hebt met verschillen in stratigrafische indeling en definities. Dus welke kaarten of modellagen moet je met elkaar combineren? En zijn die wel op dezelfde manier gedefinieerd? Je hebt te maken met verschillen in detailniveau. Het heeft natuurlijk alles te maken met wat is de doelstelling geweest natuurlijk ook en de schaal van je kartering.
Je hebt te maken met verschillen in coördinatiesystemen en referentieniveaus. Nou, die kun je op een technische manier proberen op te lossen, maar dan nog, dat gaat niet altijd even eenvoudig en naadloos. En natuurlijk inconsistenties in diepte en dikte. En deze doorsnede geeft daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van hoe de formatie van Oosterhout, de grijze eenheid, aansluit naar het zuiden toe op de formaties van Kattendijk en Lillo. En welke sprongen in dikte en diepteligging je daarbij hebt. Algemene doelstelling van de H3O-projecten is erom het verhelpen van juist die aansluitproblemen tussen de bestaande geologische en hydrogeologische modellen van Nederland en Vlaanderen. Heel specifiek voor H3O de Voorkempen, het maken van grensoverschrijdende driedimensionale geologische en hydrogeologische modellen van het Kenozoïcum, dat wil zeggen het dieptebereik vanaf Maaiveld tot aan de top van het Krijt, dus het ongeconsolideerde deel van het gesteente. Van de grensstreek van West-Brabant en de Noorderkempen in Vlaanderen. Uitgangspunt is ook gebruiken van bestaande gegevens. Dus het is niet in dit project de bedoeling geweest om veldwerk te doen, om extra gegevens te verzamelen. En een belangrijke doelstelling is dat dit model functioneert als referentiemodel voor de regio. En dan nog wat specifieker, wat willen we aan het eind van dit project dan hebben, is dat we één model willen hebben aan Belgische zijde van de conform de Belgische lithostratigrafie en de Belgische hydrostratigrafie, dus een geologisch en hydrogeologisch model. Idem dito aan Nederlandse zijde, volgens de gebruikelijke coördinatiesystemen ook en referentieniveaus. Maar wat heel belangrijk is, is dat we bij de aanpak van dit project een andere werkwijze hebben gehanteerd. Met het oog op de toekomst hebben we gezegd van nou, we moeten eigenlijk in dit hele project uitgaan van die eigen referentstratigrafische indelingen en hydrostratigrafische indelingen. En niet zoals we dat bij voorgaande H3O-projecten hebben gedaan, dat we ervoor gekozen hebben één van de stratigrafische indelingen voor te laten gaan. Bijvoorbeeld in H3O de Kempen hebben we ervoor gekozen om in het ondiepe bereik de Nederlandse stratigrafie en hydrostratigrafie te hanteren en het diepere bereik de Belgische. Dat hebben we nu niet gedaan. We hebben echt ervan gewerkt vanuit de landseigen stratigrafische en hydrostratigrafische indelingen. Het voordeel daarvan is dat we vertrouwd zijn in het projectteam met de eigen stratigrafie. En dat achteraf het omzetten van de modelresultaten en interpretaties niet nodig is. Het heeft wel een groot nadeel, is dat je echt vanaf het begin af aan verschrikkelijk alert moet zijn op de stratigrafische correlatie en die voortdurend bewaken. En die stratigrafische correlatie die moet dus consistent zijn. Projectorganisatie, daar is u net al kort eventjes het een en ander over verteld. Opdrachtgevers zijn aan Nederlandse zijde de Geologische Dienst Nederland, provincie Brabant, Noord-Brabant en Brabant Water. En aan Vlaamse, Belgische zijde het Vlaams Planbureau voor Omgeving, de Belgische Geologische Dienst en de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitvoering is gedaan door VITO, de Belgische Geologische Dienst en door de Geologische Dienst Nederland van TNO. De uitvoering. Deze slide geeft u een overzicht van de hoofdactiviteiten in het project. We zijn gestart met de datavoorbereiding. Vanuit die datavoorbereiding is aansluitend gewerkt aan de correlatie tussen de Nederlandse en de Vlaamse geologische en hydrogeologische eenheden. Hoe correleren die eenheden? Waar zijn eventueel correlatie-issues? Aansluitend zijn de bestaande gegevens die gebruikt zijn binnen dit project geherinterpreteerd. Na die herinterpretatiefase is vastgesteld welke modeleenheden we binnen dit project kunnen modelleren. Aansluitend is de modellering uitgevoerd. Het is een iteratief proces waarbij op het moment dat we problemen constateren weer teruggrijpen naar een voorgaande stap of meerdere voorgaande stappen om uiteindelijk het gewenste resultaat te krijgen.
Welke data hebben we in dit project gebruikt? Het gaat om bestaande data. Nou, heel belangrijk zijn de boordata in dit gebied, met name voor het wat ondiepere bereik. Er zijn veel boorgegevens beschikbaar, maar de kwaliteit van die data die varieert nogal. En betekent dat je dus selecties gaat maken. Selecties gaat maken op boringen met een goede beschrijving en of boringen waar boorgatmetingen beschikbaar zijn. In deze slide ziet u linksonder in het kaartje in blauw aangegeven de geselecteerde boringen in het Nederlandse deel van het gebied en in groen de boringen in het Vlaamse deel. En in het kaartje daarnaast ziet u de locaties waar ook boorgatmetingen beschikbaar zijn. Verder ziet u nog een foto van een gekernde boring. Dat is natuurlijk top als je dat soort boringen hebt, maar dat is een kleine set maar dat het geval is. En u ziet daar ook helemaal rechts een interpretatie van een boring, waarvan ook helemaal rechts met grafieken de bijbehorende boorgatmetingen zijn aangegeven. De signatuur in die boorgatmeting is heel belangrijk. Het is herkenbaar voor de geologen die boringen interpreteren. En om daar specifieke overgangen tussen bepaalde geologische of hydrogeologische eenheden uit te halen. Seismiek is ook gebruikt binnen dit project. Dit kaartje toont de beschikbare seismiek die we hadden. In zwart de seismische lijnen. Het is allemaal 2D seismiek moet ik zeggen. En in blauw de lijnen aan Vlaamse zijde. Ja, je kunt uit dit kaartje al meteen opmaken dat er een groot verschil is in dichtheid. Er zijn gaten in het Vlaamse deel waar geen seismiek van beschikbaar is. En omdat het een historische dataset is die over vele tientallen jaren is vergaard, is ook de kwaliteit van die seismiek verschillend. Wat nog belangrijk is om op te merken is dat wij tijdens de uitvoering van dit project, ook al was die informatie nog niet beschikbaar aan het begin, hebben wij toch in samenspraak met de stuurgroep besloten om de nieuw beschikbaar gekomen seismische lijnen van het SCAN-onderzoeksprogramma, dat dan in Nederland wordt uitgevoerd, toch mee te nemen om zo actueel mogelijke eindresultaten binnen dit project te hebben. En dan ga ik nu het woord overgeven aan Jan Walstra, die u verder zal gaan vertellen over de correlatie. Ja, dankjewel Ronald. Voorafgaand aan de herinterpretatie van boringen en seismiek was het natuurlijk noodzakelijk om een eenduidige correlatie tussen Belgische en Nederlandse lithostratigrafische en hydrogeologische eenheden vast te stellen. In dit project werden de correlaties in eerste instantie gebaseerd op de beschikbare regionale kennis. Deze slide laat een uitsnede zien van de correlatietabel zoals we die opgemaakt hebben. Met naast elkaar de Nederlandse en Belgische geologische lithostratigrafische eenheden en de corresponderende modelheden aan de rechts daarvan die gebruikt werden in dit project. Lege velden geven aan dat er geen equivalent aanwezig was in het projectgebied in het andere land. Dus die eenheden konden dan ook niet gecorreleerd worden. Dan in een chronolithostratigrafische correlatietabel zijn de geologische eenheden in een indicatief tijdskader geplaatst, zodat de onderlinge relaties ook op een stratigrafisch meer correctere wijze gepresenteerd konden worden. En het gaat dan met name om het aangeven van de discordanties, dus waar de perioden, sequenties waar er geen sediment ontbreekt of geërodeerd is. En eventueel laterale overgangen binnen het gebied. De correlaties werden verder verfijnd met behulp van correlatieprofielen doorheen het gebied. We hebben drie ondiepe correlatieprofielen samengesteld op basis van hoge kwaliteitsboringen en boorgatmetingen.
Voor elke boring zijn de lithologische kolom, de gammastraling en resistiviteit in die beschikbaar weergegeven en de lithostratigrafische interpretaties voorgesteld door de verschillende kleuren. De profielen werden door het team van de Belgische en Nederlandse uitvoerders gezamenlijk en interactief gecontroleerd, zodat we inconsistenties konden worden opgespoord en uitgeklaard. Dit is een diep correlatieprofiel waarin een seismische composietlijn werd gecorreleerd aan een aantal diepe boringen. Zoals Ronald al aangaf, zijn er grote verschillen in resolutie tussen de verschillende seismische campagnes, waardoor ook niet, zeker niet alle grensvlakken tussen de stratigrafische eenheden geïnterpreteerd konden worden als seismische horizonten. En daarom is er een keuze gemaakt om alleen die horizonten te interpreteren die ofwel belangrijke discordanties vormen ofwel een zeer duidelijk impedantiecontrast vertonen. Dit is weer het spul dat ik eerder liet zien. Een conceptueel profiel was een hulpmiddel om de schematische geologische opbouw van het gebied weer te geven. Voor het profiel werd een zuid-zuidwest naar noord-noordoost tracé gekozen. Dat wil zeggen een oriëntatie haaks op de algemene geologische trend. En zoals eerder gezegd, het profiel toont de geleidelijk afhellende vlakken in noordoostelijke richting. En een duidelijke dikte toename van bepaalde laat-oligocene tot vroeg-pleistocene eenheden. Al eens de correlaties vastgesteld waren, werden de consistentie en de volledigheid van bestaande boorinterpretaties gecontroleerd. En zo nodig werden de bestaande interpretaties aangepast of aangevuld volgens onze nieuwe inzichten. Hier, deze slide laat twee voorbeelden zien van boringen die in het project geherinterpreteerd werden. De gekleurde kolom met de codes ernaast stellen de nieuwe interpretaties voor van de lithostratigrafische en hydrogeologische eenheden. En de kolom rechts van de boring zonder kleur, die geeft de oude interpretaties weer. Aan de linkerzijde een boring uit België, Max Plus. Dit is een voorbeeld waarbij de lithostratigrafische grenzen werden aangepast, gebaseerd op onze regionale correlaties. De Nederlandse boring aan de rechterzijde, Prinsenbeek. Dit is een voorbeeld waarbij de lithostratigrafische grenzen intact zijn gebleven, maar er werd wel extra detail toegevoegd door de identificatie van regionaal correleerbare kleilagen. En dan geef ik nu het woord aan Jeff. Dank u wel, Jan. Goedemorgen. Ik ga even de controle terug. De presentatie is bij mij niet helemaal gesynchroniseerd. Dus ik ga ze even opnieuw delen als dat lukt. Het lijkt niet direct te lukken. Ik werd daarnet even voor internet onderbroken en sindsdien heb ik geen directe toegang meer. Zal ik ze opstarten, Jeff? Ik kan ze via PowerPoint Live opstarten. Kan je nog eens delen, overnemen? Ja. Het lukt nu wel met PowerPoint Live bij mij. Ja, ik denk dat het probleem hier zit bij de connectie. Ik ga wel even moeten... Want ik zie ook nog altijd het oude scherm, dus... Misschien moet ik even uit Teams gaan en terug erop starten.
En zie je nu mijn scherm, Jeff? Nee, ik zie nog altijd het oude scherm. Ah, oké. Okay. Dus ik denk dat er door het internetonderbreking even een probleem is opgetreden en dat ik even Teams moet gaan en dan de scanner opstarten. Okay. Misschien kunnen de collega's even verder zitten en dan kan ik inpikken bij een van de volgende slides. Tot zo dan. Oké. Okay. Kan iemand overnemen of de slide nemen waar we geëindigd waren? Is de slide terug? Ja. We wachten even op Jeff. Ik denk dat we beter even wachten. Er is trouwens nog een slide terug. Ik hoop dat Jeff terugkomt. Is Jeff er ondertussen terug? Want anders moeten we misschien de volgende presentatie starten. Hij was terug aan het proberen connecteren hier net. Maar het ziet er niet naar uit dat dat lukt. Is het een idee om even te schakelen naar de presentatie van Johan? Dat kan, ja. Ja,
Ik en vind dan, al een goed idee. Goed ja. idee. Oké, okay. En dan hernemen we straks terug deze presentatie. Ja, best, want anders kan het te lang aanslepen. Ja, inderdaad. Ja. Okay. Jeff belt mij, ik ga even opnemen. Ik heb net gehoord dat Chef een probleem met zijn computer heeft. Dus hij gaat opnieuw aan het erop starten. Misschien kunnen we inderdaad naar de volgende presentatie en dan komt hij zelfs terug. Ja. Oké, dank u. Excuses daarvoor. Ja, Murphy, geen probleem. Kan house. Gebeuren. Johan, start maar. Jullie zien mijn scherm nog niet? Jawel. Ah, mooi. Goed. Ja. Nou, mijn naam is Johan Terveen en ik ben werkzaam als geoloog bij TNO Geologisch Dienst Nederland. Binnen ADRIO de Voorkamp heb ik wat reviewwerk mogen doen, maar ik heb er zelf niet aan gewerkt. Ik heb wel gewerkt aan zeg maar aanpalende projecten die met name gericht zijn op de zanden van Brussel. En ik wil dus ook graag wat vertellen wat het... over realisatie van bijvoorbeeld geothermieprojecten in de zanden van de Brussel, maar ook het onderzoek dat ernaar gedaan is, zowel voor de eigenschappen van het zand, maar ook de technische mogelijkheden voor warmtewinning, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd is in het kader van het warming-up project, wat al in de vorige presentatie even aangehaald is. Wat ik samen heb uitgevoerd met de collega's hier genoemd. En wat ik hoop is eigenlijk dat ik in deze presentatie ook het belang van de HDO-projecten in het algemeen en het Voorkempen-project in het bijzonder kan aantonen voor dergelijke toepassingen. Omdat de vorige presentatie dus even onderbroken is, zullen sommigen misschien eventjes met de oren staan te flapperen of dat er allerlei stratigrafische of lithostratigrafische termen over tafel komen. Maar dat komt dus dan wel later wel weer goed. Hoop ik. Ik zal ook even mijn pointer erbij aanzetten. Nou, geothermie. Ik leek me leuk om eventjes kort met de status van geothermie in Nederland te beginnen. Dit zijn wat plaatjes en grafieken uit het... uit het jaarboek voor delfstoffen en... zoals dat te doen gebruikelijk op 1 januari wordt uitgegeven. En wat daar eigenlijk bij opvalt is dat als we gaan kijken naar het aantal producerende installaties, dat redelijk stabiel is de laatste jaren. Of eigenlijk komen er geen bij, zo kan je het ook interpreteren. Maar dat als we gaan kijken naar de warmteproductie, dat die nog steeds toeneemt. Nou, en dat is eigenlijk te danken aan het feit dat de helft van deze installaties steeds efficiënter worden en dat er ook behoorlijke technologische vooruitgang te boeken is. Als we dan naar het onderste plaatje kijken, dan zien we dan weer in rood het aantal producerende installaties. Nou, in het afgelopen jaar zijn er geen bijgekomen. Wat dan wel opvalt is dat als we naar de groene staafjes kijken, dat zijn het aantal boringen dat gezet is voor winning van geothermie of onderzoek naar geothermie. En dat neemt eigenlijk nog steeds toe. Dat heeft best wel een sterke vlucht. En dat kunnen we eigenlijk ook zien op dit kaartje. Dit is een kaartje waar alle opsporingsvergunningen voor geothermie getoond zijn. En de opsporingen die nog niet vergund zijn, die dus nog in aanvraag zijn, die staan in felgroen. Nou, dat zijn er best veel. In totaal lopen er 80 aanvragen. En in de kleine paarse blokjes zien we eigenlijk de geothermische projecten die al lopen. Nou, als we dan weer even teruggaan naar het Cenozoïcum, wat we in Nederland de Noordzeegroep noemen. Dan zien we dat er eigenlijk maar één producerend doublet is. En dat is hier in Zevenbergen. En dat daarnaast een hele grote winnings- of opsporingsvergunning is. Die zich ook richt op dat bereik. Nou, en daar waar gewonnen wordt, de geothermie of de warmte wordt hier gewonnen uit het zand van Brussel. En deze opsporingsvergunning richt zich ook op dat zand van Brussel. Nou, als we dan naar het dieptebereik kijken wat hierbij staat, dat is dus het typische dieptebereik.
waar ook HDO zich en HDO voor campus zich op richt. Dus ik hoop aan te tonen is dat we ook de resultaten van HDO ook voor geothermische exploratie kunnen inzetten. Dat was die opmerking. Als we het over geothermie in het zand van Brussel, waar hebben we het dan over? Nou, in Nederland is het dieptebereik van het zand van Brussel best groot. Tussen 200 en 15 meter. De dikte is wel redelijk constant. 150, 200 meter. Maar doordat verschillende diepteliggingen zijn ook de temperaturen nogal verschillend. Dus kunnen variëren tussen de 20 en de 55 graden. Nou, wat voor zand is het? Het is zand van Eocene ouderdom. Dat is voor geothermie verder niet zo heel belangrijk. Maar wat belangrijker is, is wat voor type zand het is. Het zijn ondiepe marine zanden. Die voornamelijk in de top behoorlijk schoon worden. Het is ongeconsolideerd zand. Dus het is niet verkit met uitzondering eigenlijk van wat hardere calciet gecementeerde lagen. Het is wel vrij fijn zand. En eigenlijk over de eigenschappen voor vloeistofstroming is vrij weinig bekend. En dat komt omdat het dieptebereik eigenlijk net te diep is voor grondwaterboringen. En te ondiep voor olie- en gasboringen. Dus er zijn veel boringen in Noord-Brusselzand, maar er is eigenlijk maar vrij weinig data. Nou, zoals ik al zei, er is één geothermisch doublet dat nu produceert uit het zand van Brussel. En dat is het geothermieproject in Zevenbergen, wat ik net op het kaartje liet zien, waar een laagtemperatuur aardwarmteinstallatie geïmplementeerd is voor de Green Brothers, dus voor het kascomplex, voornamelijk beroemd geworden door het kweken van aubergines, geloof ik. En de uitdaging bij dit project was dat het een lage temperatuur betreft. Dus het water dat geproduceerd wordt is ongeveer meer dan 30 graden en wordt verhoogd tot 70 graden met behulp van een warmtepomp. En de andere uitdaging is om te voorkomen dat er vroegtijdige koud waterdoorbraak optreedt bij het water dat teruggepompt wordt. Nou, om dat te bewerkstelligen wordt de injector en de producer, zoals dat heet, op grotere afstand geplaatst door horizontaal te boren, hè, zoals dit plaatje aangeeft, waardoor die afstand tussen het koude water en het warme geproduceerde water groter wordt en dus ook de levensduur van de installatie verlengd kan worden. Was wel enigszins lastig, want het horizontaal boren werd beïnvloed door die eerder genoemde gecementeerde intervallen. En in bepaalde intervallen bleek ook dat de verticale permeabiliteit, dus de doorlatendheid, lager was dan verwacht. Desalniettemin produceert het doublet nog steeds. Nou, met name door dit soort projecten ontstaat er behoefte aan meer kennis over de eigenschappen van dit zand. En op dit moment zijn er eigenlijk twee projecten die zich daarop richten. Het eerder genoemde warming-up project en het SCAN-project. Dat met name gericht is op het krijgen van meer kennis over de eigenschappen van het zand van Brussel. En ook daarin, dat soort studies, spelen weer de resultaten van HDO-projecten een zeer grote rol. Even kort wat over Warming Up. Het is een programma dat is gericht op kennisontwikkeling voor collectieve verwarmingssystemen. Het kent een groot aantal partners, waarvan er de belangrijkste hier, degene met een plaatje, even genoemd zijn. Het omvat 25 onderzoeksprojecten, gegroepeerd in 5 thema's, waarbij het geothermie-thema hier in het midden. Die thema's die richten zich eigenlijk op alle technische, economische en ook geologische aspecten voor geothermie. En het thema 4 geothermie richt zich met name op wat we noemen marginale aquifers. Dat zijn dus aquifers die ofwel heel ondiep gelegen zijn, dun zijn, of waar de permeabiliteit lager is dan gemiddeld.
Het zand van Brussel is één van die aquifers. En dat is met name vanwege de ondiepe ligging. Of geotomie, ondiepe ligging. Nou, als we het over het zand van Brussel hebben, of het zand van Brussel laagpakket, zoals het in de Nederlandse literatuurstrategie heet, waar hebben we het dan over? En eigenlijk is het een stek, een opeenstapeling van drie verschillende zanden. En in het verleden werden die zanden nog wel eens inconsequent als basis gedefinieerd, wat ertoe leidde dat diktekaarten vaak enorme bullseyes vertonen, dus enorme dikteverschillen, omdat soms de onderste, soms de middelste en soms de bovenste als basis werd gekozen. Nou, dat is iets dat in het Warming Up project is opgelost. En eigenlijk wordt nu de basis van het eerste zand wordt als de basis van het Brusselzand gezien. Het zand dat in het verleden eigenlijk tot in de top van de van het hyperlaagpakket werd gerekend. Maar omdat het een opeenstapeling van zanden is, is het voor geochemie eigenlijk zinniger om deze zanden dus bij elkaar te nemen. Nou, op basis van die indeling zijn een groot aantal boringen in Nederland geherinterpreteerd. Zodat we ook een goed beeld krijgen over de dikte. En die onderverdeling is ook gebruikt in de seismische interpretatie. En ook deze inzichten zijn ook eigenlijk meegenomen in de correlatie van die lithostratigrafische eenheden in het voorkeurproject. Nou, wat dit plaatje laat zien is dat de data niet altijd zo mooi is als we hopen. Het bovenste plaatje laat eigenlijk ruwe gamma ray of gamma straling log zien. En als we naar de kleuren kijken, zien we daar eigenlijk al wat variatie in. Ongeveer hoe we dit moeten lezen is hoe geler het is, hoe zandiger het is, hoe bruiner het is, hoe kleierig het is. Nou, als we correcties toepassen op die logs en het signaal ook normaliseren, zien we dat we veel betere correlaties kunnen doen. Dat laat het onderste plaatje zien. Dan zien we bijvoorbeeld met name dat die onderste ene, dat onderste zand, dat echt continu aanwezig is. Dat correleert heel goed. Dan zien we een bereik waar wat meer variatie is. En we zien eigenlijk ook dat de top van het zand heel eenduidig te correleren is. Nou, dit soort putinterpretaties worden vervolgens samen met de seismiek, of worden in de seismische interpretatie ook gebruikt. En dan zien we dat we met name de basis en de top van het zand heel goed kunnen interpreteren. Ik zal het even nog ietsje duidelijker laten zien. Maar dat soms ook de interne stratificatie, dus de onderverdeling in die verschillende zanden, wel doorgevoerd kan worden. Nou, wat dit plaatje ook wel zien, wat ik eerder zei, is dat die dikte van het Brusselzand is vrij continu. We zien wel dat als we van het zuiden, dit is de boring Woensdrecht, dus zitten we dicht bij de Belgische grens. Als we naar het noorden gaan, dat er een kleine dikteverandering is. Maar wat het belangrijkste is dat het Brusselzand op een gegeven moment door de belangrijke inconformity, de Pyreneese inconformity, waarboven de formatie van Rupel, de Rupelformatie ligt, wordt afgesneden. Dus op bepaalde plekken is deze niet aanwezig. Dat zien we eigenlijk op de volgende slide heel mooi. Dit plaatje laat zeg maar de dekking zien van de seismische interpretatie, waar we seismische interpretatie hebben doorgevoerd. Dat is in lichtblauw, waarbij de belangrijke scanlijnen en of correlatieprofielen in rood zijn aangegeven, dus de correlatie tussen putten. En dan zien we een heel belangrijk gebied waar het zand dus niet aanwezig is. Nou, dat heeft te maken met die afsnijding, die Pyreneese inconformity. En dat betekent ook dat we bij het modelleren daar rekening mee moeten houden. Dus dit plaatje geeft dat dan wat schematisch weer, een afsnijding door een inconformity. Maar ook in het noorden van Nederland zien we plekken waar de Brussel zand afwezig is. En dat komt dan met name door de zoutkoepels in de ondergrond. Dit zand omhoog hebben geduwd, waardoor het ook lokaal geërodeerd en afwezig is. Nou, de volgende stap voor Warming Up was eigenlijk te kijken naar de reservoir-eigenschappen. We hebben een nieuwe verbeterde diktekaart, waar de stratigrafie consequenter is doorgevoerd. Maar wat zijn nou de eigenschappen van dat zand?
Nou, zoals ik al zei, er zijn heel veel boringen die door het zand heen gaan. Maar er zijn eigenlijk maar heel weinig gegevens over het vloeistofdynamisch gedrag. Hè. Dus wat voor, met name uit pomptesten voor grondwaterboringen. Een handjevol analyses aan kernen van olie- en gasboringen. En de uitdaging is eigenlijk om die beperkte gegevens landsdekkend te maken door goede correlatie te maken tussen boorloggegevens en daadwerkelijke metingen. Dat is binnen dit project ook gedaan. En dat levert dan een aantal eigenschappen op die van belang zijn voor om geothermisch potentieel te berekenen. Zoals hoeveel netto kroon, hoeveel zand versus niet zand zit erin. Wat is de mate van klei? Wat is de porositeit? Wat is de permeabiliteit? Een belangrijke factor in geothermie is de transmissiviteit. Wat het product is eigenlijk van de dikte en de permeabiliteit. Dus hoeveel warm water kunnen we eigenlijk opslaan in zo'n aquifer? Al die eigenschappen kunnen in kaartjes weergegeven worden. En wat we uiteindelijk willen weten is wat het technisch potentieel is van dit zand. En het technisch potentieel dat is het geologisch potentieel, aangepast voor economische en technische parameters. Dus wat kunnen we er eigenlijk daadwerkelijk uitwinnen? Nou, dat is een nieuw resultaat, zoals dat ook in Thermogis, de online geothermie tool door TNO ontwikkeld, is weergegeven. En nu naar H3O de Voorkempen, want de vraag is natuurlijk, houdt de onderverdeling zoals we die in Nederland hebben doorgevoerd stand? En daar kan ik een heel lang verhaal over houden. Ik kan meteen zeggen ja, dat doet het. Maar er zijn er altijd natuurlijk wat mits en maren aan en daar refereerde Ronald ook al aan. In de H3O de Voorkempen hebben we niet getracht de lithostratigrafie te veranderen, maar meer te zoeken waar de aansluiting zit. Dat laat dit plaatje heel mooi zien. Want eigenlijk de drie eenheden die we in Nederland herkennen, sluiten goed aan bij lithostratigrafische onderverdeling in België. En ook de seismische interpretatie, zoals die in het kader van H3O de Voorkempen zijn doorgevoerd, kunnen we eigenlijk één op één doorvoeren. Als we eigenlijk kijken naar de modeleenheden, dan is eigenlijk een heel klein verschil. En dat ligt met name in de basis. Waarbij in Nederland wat in België het lid van, mijn scherm is heel klein, dus ik kan het bijna niet lezen, maar het lid van Pittem is onder het gemodelleerde interval ligt, terwijl in Nederland dat erbij betrokken wordt. Maar dit is door zo'n project als HBO de Voorkempen is dat wel iets wat we nu heel goed weten, waar we dus ook op kunnen anticiperen en kunnen aanpassen. Johan? Ja? Ik ga even moeten tussenkomen. Het is tijd om af te ronden, zodanig dat we ook voor de anderen nog tijd hebben. Ik ga afronden, ja. Ik ga de volgende slide even overslaan, die hebben we gezien. De uitdaging eigenlijk, heb ik ook al eerder gezegd, de uitdaging zit hem in het verkrijgen van betere eigenschappen van het zand. En met name die laag permeabele streaks, sterk gesedimenteerde lagen, zoals we die ook in België kennen als de ledensteen, die ook in groeves aangetroffen wordt. Daar weten we vrij weinig. We weten vrij weinig over de continuïteit. We weten vrij weinig over hoe vaak ze herhaald worden. En dus ook wat het effect uiteindelijk is op die verticale permeabiliteit. Dus dat zijn typisch onderwerpen die in de komende projecten behandeld gaan worden. Zoals, en tot slot, er komt ook een nieuwe scanboring in dat onderzoeksgebied West-Brabant-Noord. Die ook met name dit soort aspecten verder gaat onderzoeken. Het is een unieke scanboring omdat deze zich echt op het ondiepe bereik richt. Met hoofdtarget eigenlijk het zand van Brussel. En ook het bergzand zal daar aangeboord worden. Daarmee sluit ik af. Samenvatting ga ik niet voorlezen. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat we eigenlijk hier aangetoond hebben.
is dat de resultaten van de H3O-projecten en met Volkem in bijzonder eigenlijk heel goed aansluiten bij andere studies. En dus het ook in grensoverschrijdende gebieden goed gebruikt kunnen worden voor potentiestudies voor aardwarmtewinning. Dank u wel. Dank u, Johan. Ik denk dat we nu kunnen schakelen terug naar de eerste presentatie. Hopelijk lukt het nu wel, Jeff. Ja, excuses. Het was een heel ongelukkige timing van internetonderbreking. Nu ben ik naar de wifi overgeschakeld en hopelijk kunnen we het nu terug verder zetten. Ik ga terug naar de slide gaan waar Jan Walstra gestopt was. We waren dan bezig over de interpretaties van de boringen of de boorgegevens. Kunnen jullie de slide zien? Ja, oké, okay, prima. Ja. Dus hier was Jan gebleven bij de verschillende boringen die we geïnterpreteerd of geherinterpreteerd hebben voor het H3O-project. Naast de boringen hebben we ook de seismiek geherinterpreteerd of meestal voor het eerst geïnterpreteerd voor de verschillende pakketten. Dat is op basis van de diepe boringen die in het gebied liggen, want de seismiek gebruiken we hoofdzakelijk voor het diepe bereik, voor die interpretatie en voor de modellering in de volgende stap ook. Dus in de boringen zelf, en dat kan je links zien, en dat was in de vorige stap die Jan Walstra ook al aangaf, die boringen zijn geïnterpreteerd. Je ziet de interpretaties heel klein, maar de hoofdzaak is dat daarin dat we die interpretaties hebben en dat we die dan willen omzetten op de seismische lijnen die langsheen die boringen liggen. En hier zie je een voorbeeld van een seismische lijn. En om die omzetting te doen van de diepte in een boring van een stratigrafische interpretatie naar de seismische lijn die in tijd is, gebruiken we akoestische gegevens, dus snelheidsmetingen, in een boring zelf. En hier zijn die weergegeven. Dit is voor boring Rijsbergen, dicht bij de Belgisch-Nederlandse grens. En op basis van die snelheidsdata kunnen we de diepte omzetten naar tijd. En wat we daar ook mee kunnen doen, is het seismische signaal nabootsen in een zogezegd synthetisch seismogram. Dat is wat we hier zien. En door die nabootsing hebben we goede controle op hoe dat de lithologische contrasten in de boring zich vertalen naar seismiek. En hebben we wat meer vertrouwen in de correlatie tussen beiden. Vanuit die boringen en de interpretatie van seismiek op die boringen kunnen we ook de overige seismische lijnen interpreteren. Hier is zo'n voorbeeld van een seismische lijn die geïnterpreteerd is voor een aantal horizons. Met bovenin de formatie van Diest of Diessen, met dus al een lagere verticale resolutie, naar onder toe verbetert die. En in lichtgroen zien we een lijntje dat een onderliggende zwarte wat naar rechts toe afsnijdt. En dat is bijvoorbeeld een discordantie aan de basis van de formatie van zelzaad of tongeren. We weten dat op basis van boringen dat daar een discordantie zit. We zien dat ook op seismiek in dit geval. En op die manier hebben we extra vertrouwen in de interpretaties. En dat gebruiken we dan ook ter onderbouwing hiervan. We hebben niet alle eenheden die we in boring geïnterpreteerd hebben ook werkelijk op seismiek kunnen vervolgen. Omdat de resolutie van de seismiek dat vaak niet toelaat. Dus we hebben een selectie gemaakt. Jan had dat ook al aangehaald van een aantal belangrijke horizons. Dat zijn de grote contrasten van dikke klei tot dikke zandlichamen bijvoorbeeld. Of ook discordanties, diegene die het daarnet liet zien. En de rode lijntjes zijn de horizons die we op seismiek geïnterpreteerd hebben. En de zwarte zijn de stratigrafische eenheden die er in datzelfde bereik zitten. Nu, eens dat we alle interpretaties hebben gemaakt van boringen en seismiek, weten we wat mogelijk is om ook in vervolgstappen dan vanuit die interpretaties te gaan modelleren. En anderzijds zijn er ook de wensen van wat dat we willen modelleren of tot eindresultaat verkrijgen. En daarom hebben we deze deelactiviteit in het leven geroepen om de modelleenheden vast te stellen. En dat hebben we gedaan in die tabellen die we hier bijvoorbeeld zien van de verschillende stratigrafische eenheden, zowel voor Nederland als voor België. En we hebben daarbij zoveel mogelijk parallel proberen houden aan de vorige H3O-projecten, dus ongeveer dezelfde eenheden proberen modelleren. Natuurlijk, de ondergrond is niet hetzelfde, dus daar zit wel variatie op. De eigenlijke modellering kan dan plaatsvinden en daardoor zijn we genoodzaakt om verschillende methodieken te gebruiken door de verschillende inputdata die we hebben. Voor het ondiepe bereik hebben we hoofdzakelijk boringen en heel wat boringen beschikbaar, dus dat kunnen we modelleren in het dieptedomein. Voor de seismiek is dat anders, daar hebben we heel veel seismiek in tijd, maar weinig boringen, dus modelleren we in het tijdsdomein. Maar we willen de uiteindelijke resultaten in het dieptedomein hebben
voor praktische toepassingen, dus dienen we een tijd-diepte-conversie toe te passen op dat tijdsvlak. Voor ondiepe methoden modelleren we vanuit Nederland TNO in ISATIS en Vlaanderen via ArcGIS bij Vito. En voor de diepe methode hebben we vergelijkbare software, dat is Petrel bij TNO en GoCat bij Vito. De ondiepe methode combineren we ditmaal het geologische en het hydrogeologische model in één slag. Dat is in de vorige HDRIO-projecten verschillend. Daarbij maakten we eerst het geologische en daarna leiden we het hydrogeologisch af. Nu werd dat gecombineerd. En voor de diepe methode modelleren we eerst die seismische horizons in diepte. En daarna de tussenliggende vlakken op basis van die seismische horizons. En zo verkrijgen we een ondiep model en een diep model. En die moeten uiteindelijk uiteraard ook aansluiten tot één geheel dat dan het eindproduct vormt. De methodiek zelf voor de diepe modellering is heel gelijkaardig aan de vorige HDRIO-projecten. Dus er zijn interpretaties aan weerszijden van de grens gebeurd. Die worden dan samengevoegd. De interpretaties zijn die grijze lijntjes die je hier ziet. Dat zijn de seismische lijnen met interpretaties van in dit geval de basis van de formatie van Kortrijk of de hyperformatie. Deze lijntjes die worden dan dicht geïnterpoleerd tot een tijdsvlak. En we zien hier de diepteligging van dat tijdsvlak in tijd. Dat dient dan naar diepte omgezet te worden en daarvoor gebruiken we snelheidsmodellen. Op basis van de akoestische gegevens in de boringen zelf werd dat in Nederlands deel gedaan. In het Belgisch deel werd dat gedaan door de dieptes in de boringen en de dieptes op seismiek uiteindelijk af te leiden en daar snelheden van te creëren. En op die manier werden snelheidskaarten gemaakt voor al die verschillende seismisch geïnterpreteerde en gemodelleerde vlakken in tijd. En daarmee konden we uiteindelijk die dieptevlakken maken. En een vervolgstap is dan om de tussenliggende eenheden die we ook nog wilden maken, om die dan ook tussen te voegen. En dat gebeurde op basis van diktekaarten. Dus hier zien we zo'n voorbeeld van een dikte van de formatie van Heers, die dan op basis van boringen gemodelleerd werd en toevoeging van geologische concepten. Want we hebben de top van de formatie van Heers op seismiek geïnterpreteerd en gemodelleerd, maar we wilden de basis daarvan ook hebben, want dat is de basis van het verticale bereik. En dus hebben we deze dikte afgetrokken van de top van de formatie om op die manier de basis te bekomen. Voor het ondiepe model hebben we een wat complexere methodiek gebruikt en dat is ook een, zoals Ronald al eerder zei, een verschil met de vorige HDRIO-project is dat we nu onze eigen stratigrafie behouden aan weerszijden van de grens. In het vorige project modelleerden we in één stratigrafie door één partij over het hele modelgebied. En nu is dat door de twee verschillende partijen met twee verschillende stratigrafieën. Dus dat is een heel andere oefening gebleken in dit project. Dus een start is het eerst het model maken van een specifieke eenheid binnen het land en ook over de grens uiteraard. Dus hier bij 1A zien we het Belgische vlak dat doorgeïnterpoleerd werd naar Nederland met de Nederlandse data. En 1B is dan diezelfde Nederlandse eenheid die ook gemodelleerd werd van het Nederland naar België met toevoeging van de data. En dan heb je twee verschillende modellen. Het een is bijvoorbeeld van de formatie van Diest. 1A, 1B is dan de formatie van Diest en in Nederland. En dan wil je die uiteindelijk aanknopen tot één grensoverschrijdend vlak, het eindresultaat. En daarvoor gaan we eerst die twee toevoegen en een bufferzone tussen beide openlaten, waarbij we ze gaan aansluiten. En dat is de volgende stap. Dat is stap 2. Dus hier in het noorden hebben we het Nederlandse vlak, hier in het zuiden hebben we het Belgische. Daartussen hebben we een opening gecreëerd en daar liggen ook nog boringen in. En op basis van die rasters en de tussenliggende boringen gaan we dan dit dicht interpoleren tot het uiteindelijke resultaat. En dat is deel 3. En op die manier zijn we die ondiepe methodiek, zijn die ondiepe vlakken aangemaakt. En de bufferzone hangt natuurlijk ook af van de databeschikbaarheid en de sedimentologische complexiteit van die verschillende pakketten. Dus voor bepaalde ondiepe eenheden gaat dat heel klein zijn, waar je heel veel boringen hebt. Hoe dieper je gaat, hoe groter dat kan zijn, omdat daar de effecten van verschillende methodieken van modelleren een groter effect kunnen hebben op de vlakken. En dat leidde tot eindproducten. En hier zien jullie voorbeelden van die eindproducten. Dat zijn top, basis en diktevlakken van links naar rechts voor de verschillende eenheden. Van boven
Voor een geologische eenheid, de formatie van Waalre bijvoorbeeld. En onderin een kleilichaam binnen de formatie van Waalre. Dus zowel het geologisch als het hydrogeologische model werd op die manier opgeleverd voor die verschillende eenheden, zowel in de Nederlandse als in de Belgische stratigrafie. En hier een fancy figuur van het model in 3D. Bovenaanzicht met van boven de topografie. En hier zien we in oranje kleur het kwartair. In groen hebben we dan de Pliocene pakketten. In paars hebben we het Oligoceen. De bovenkant, in blauw de onderkant. In bruin hebben we het Eoceen, waar dat Johan het ook al over had, onder andere de Brusselzanden zitten daarin. En dan helemaal onderaan, in een meer rozige kleur, hebben we het Paleoceen, de onderkant van het model. Hier een fensdiagram, dat is door het hydrogeologische model. Daar zien we eigenlijk dezelfde eenheden, maar iets meer detail, zeker in het ondiepe model, waar dat we heel wat meer hydrogeologische eenheden hebben dan geologische. Dat is eigenlijk een invulling van het geologische. En dat zien we ook bijvoorbeeld in die oranje, het is natuurlijk moeilijker te zien, maar daar zitten wat donkerdere elementen in, dat zijn de kleilichamen. Ook bij de groene zitten er wat donkerdere lijnen in, dat zijn ook de kleilichamen die binnen die geologische eenheid onderscheiden worden van de zandlichamen. Naast de modellen zelf hebben we ook toevoeging van bijvoorbeeld onzekerheden daarbij weergegeven. Want door de spreiding van data ben je niet op elke plek even zeker van het model zelf. En dat is verschillend voor de verschillende bereiken ook. Voor het ondiepe bereik bijvoorbeeld, dat zijn de gebieden 1 en 2, die je kan zien in blauw en in die schuine arcering. In het blauwe bereik, daar zit je al redelijk diep in het ondiepe bereik, omdat alles naar het noorden afhelt. Dus daar heb je al minder boringen die die onderste ondiepe eenheden aanboren, waardoor dat daar onzekerder wordt. Het gebied 2 met arcering is vooral sedimentologisch behoorlijk complex, omdat je daar, wat dat Jan ook al eerder zei, de overgang hebt van dat Miocene naar het Pliocene via die progradatie, wat we op die seismische sectie ook zagen. Dat is een behoorlijk complex gegeven, wat het onzekerder maakt in de modellering ook. De gebieden 3 en 4 zijn voor het diepe bereik en dat is omwille van de dekking van seismiek. Je ziet daar al die grijze lijntjes, dat zijn seismische lijnen. En in die gebieden 3 en 4 zijn er weinig seismische lijnen, tot bijna geen. En daarom zijn die gebieden ook behoorlijk onzeker. Daar zijn verder ook weinig boringen in. Dus dat is belangrijk in overweging te nemen als de modellen bekeken worden, waar de zekerheid meer of minder is. We kunnen ook vergelijken met de voorgaande modellen. En hier bijvoorbeeld ja, de aansluitingsproblemen. Die hadden we eerder getoond, de bovenste figuur voor het H3O-project, waarbij we die inconsistenties aan de grens hadden. En na het H3O-project, of door het H3O-project, werden die opgelost. En kregen we nu een aansluiting van die verschillende pakketten. Ook dezelfde detail over de grens heen werd op die manier verkregen. Daarnaast werden ook nieuwe eenheden voor het eerst gemodelleerd. Bijvoorbeeld in Nederland de leden- of laagpakketten van de formatie van Waalre, Woensdrecht en Hoge Reide, zijn nu voor het eerst in heel het gebied gemodelleerd geweest. En ook met in overeenstemmende kleine zandlichamen. Dezelfde eenheid wordt ook in België voor het eerst onderverdeeld in meer kleige en meer zandige eenheden. Hydrogeologisch dan. Er zijn ook andere inzichten uit voortgekomen, of nieuwe inzichten uit voortgekomen. Een van de zaken die we er al hadden aangehaald, is bijvoorbeeld die progradatie die we zien. Dus dat we overgaan van het rode, de formatie van Dist in België, naar het groene, de formatie van Oosterhout in Nederland. Hoe dat die overgang verloopt. En dat is ook een van de redenen dat de voorgaande modellen daar serieuze afwijkingen vertoonden voor dit bereik, is omdat net aan de grens we daar belangrijke veranderingen krijgen met die progradatiestructuren. Waarbij dat eigenlijk het Miocene verdunt naar het noorden en het Pliocene ten koste daarvan verdikt. Ook een nieuw inzicht zijn bijvoorbeeld erosiegeulen aan de basiskwartair die we hebben vastgesteld. Dat zien we hier bij de pijlen, het lichtblauwe wordt hier weggesneden door het oranje daarboven. En die hebben we nu in detail kunnen uitkarteren. En dat was vroeger minder duidelijk. We hebben ook gekeken naar fouten in de voorgaande modellen. Die waren eerder geconstateerd of gedocumenteerd. En daar hebben we natuurlijk nu speciale aandacht aan besteed om die ook recht te zetten. Hier bijvoorbeeld een foutje uit de voorgaande modellen van de basis van de formatie van Bokstel. Die hier vroeger dit lijntje volgde naar beneden, dus die de topografie volgde.
wat geologisch niet correct was. En daarom werd die nu gecorrigeerd en die gewoon hier horizontaal, min of meer horizontaal, wordt die nu gelopen. Dat is aan de Brabantse Wal iets wat we morgen ook zullen bekijken. We hebben ook nieuwe inzichten door het gebruik van seismiek op bestaande structuren in de diepe ondergrond, wat die voor effect nog kunnen hebben in de ondiepe ondergrond. Hier bijvoorbeeld de pijl naar het lettertje A. Hier een structuur zien we, een redelijk hoge structuur. Dat is de Heibaardstructuur die in het Paleozoïcum een hoog vormde. En we zien op basis van seismiek ook dat dat in het Cenozoïcum nog via flexuratie dan een relatief hoog vormde. Dat is via boringen, werd dat deel niet vastgesteld, omdat heel veel boringen net in die structuur aanwezig zijn en niet daar rond. Maar door het gebruik van seismiek kon dat wel vastgesteld worden. Maar dit is natuurlijk subtiel, dit zijn geen breuken, want we hebben geen breuken gemodelleerd. Maar dit is echt via flexuratie. Ook via seismiek vallen bepaalde lokale structuren op, zoals oplossingsstructuren in de top van de Dinantiaan. Top van de Dinantiaan zien we hier van onder op de seismische sectie. Met dan lokale inzakkingsstructuren die een doorwerking hebben in het Paleozoïcum, het bovenpaleozoïcum, maar ook in het Krijt en zelfs tot in het Cenozoïcum. Die zijn ook gekend vanuit de literatuur, maar via seismiek kan je die dan karteren. En in dit geval zijn die ook gekarteerd voor H3O tot aan de basis van de formatie van Kortrijk. En dan ga ik Ronald het woord geven voor de algemene conclusies. Dankjewel, chef. Ja, wat zijn we nu wijs geworden uit dit project? Wat zijn onze belangrijkste conclusies? Nou, allereerst hebben we vastgesteld dat we in dit project, net als in voorgaande projecten, toch ook weer in zijn geslaagd om een werkbare correlatie te hebben tussen de Belgische en Nederlandse stratigrafische en hydrostratigrafische indelingen. Wat ook gelukt is, is dat we zowel voor de Nederlandse kant als voor de Vlaamse kant erin zijn geslaagd om op basis van de eigen stratigrafische en hydrostratigrafische indelingen een model te maken conform ook de eigen coördinaatstelsels en referentieniveaus van het hele Cenozoïcum tot aan het Krijt. En dat was een van de belangrijkste doelstellingen van het project. En zoals Jeff dat ook al net getoond heeft in een van de figuren, is dat wij nu geen aansluitingsproblemen meer hebben tussen die modellen langs de grens. Wat je voor Nederland kunt zeggen is dat we nu veel meer detail hebben in het gebied. Zeker als het gaat om het neogeen en het paleogene traject. Waar we in de bestaande modellen weinig onderscheid hadden. Aan de Belgische zijde is het zo dat we nu voor het eerst seismiek gebruikt hebben om het paleogeen te interpreteren en modelleren. Hoe nu verder? Met deze presentaties van vanochtend en met het excursie van morgen sluiten we het project af. De projectresultaten zijn ondertussen al beschikbaar op de data ondergrond Vlaanderen via de link die op deze slide staat. Volgende week zullen de resultaten en ook de presentaties die vandaag gegeven zijn, waarvoor toestemming beschikbaar is, zullen dan ook gedeeld worden op de slide of op de website, zoals dat ook bij voorgaande projecten is gedaan. En we willen sowieso als uitvoerders willen we onze opdrachtgevers danken voor dit project. Die zijn al eerder genoemd, maar toch maar even bij stilstaan. We willen in met name ook de externe adviseurs die ons geholpen hebben met vraagstukken waar we tijdens de uitvoering van dit project tegenaan liepen. En die daar als klankbord voor hebben fungeerd, hartelijk danken. En natuurlijk in het bijzonder alle projectmedewerkers van VITO, van de Belgische Geologische Dienst en van TNO. Die bij de uitvoering van dit project een bijdrage hebben geleverd en tot dit eindresultaat hebben geleid. Daar wilde ik bij laten. Hartelijk bedankt. Dank jullie wel voor deze mooie presentatie. Er is een vraag binnengekomen aan Koen van Noten, gericht aan Jeff.
Zijn de gebruikte snelheidsmodellen per laagpakket beschikbaar? Ik denk niet dat dat een van de opleverproducten vormde van het H3O-project, nee. Nee, inderdaad, ja. Oké. Ik zie geen verdere vragen, dus ik denk dat we dan naar de presentatie van Karel kunnen overgaan, van Pitpa, voor de pauze. We zitten mooi binnen de tijd, waarvoor dank. Het was even niet evident, maar we zitten nog op schema. Karel, kan jij delen? Ja, ik ga dat proberen, Katrien. Als alles goed is, zou dat nu moeten zijn? Ja, okay. Heel goed. Voilà. Goedemorgen allemaal. Deze toepassing, zoals het een toepassing was van geothermie, gaat over het grenspark. Het grenspark, de Zoonkalmthoutse Heide en de grensoverschrijdende waterbeheerproblematieken die erbij zitten. En deze bijdrage van Pitpa, daarvoor kon ik rekenen ook op dus de afstemming met collega's Gert-Jan en Carolien Vliegen van Integraal Waterbeheer. Expliciet te vermelden, ja, dat ik voor deze presentatie gebruik gemaakt heb van een recent opgestarte studie, grensoverschrijdende ecohydrologische studie van het grenspark Kalmthoutse Heide in Vlaanderen en Nederland. Grensoverschrijdend dus, ja. Jullie gaan een aantal preliminaire data en figuren zien uit een tussentijdsrapport van juni van dit jaar. Het is in ieder geval een studie die in opdracht is van het Agentschap van Natuur en Bos en van de provincie Noord-Brabant, onder leiding van ANB en uitgevoerd door Witteveen en Bos. Ja. Ik heb ook toestemming gevraagd om die figuren uit het tussentijdsrapport te kunnen gebruiken. Even situeren, ja. Als jullie mijn pijltjes kunnen zien, dan heb je hier in het rood afgebakend het grenspark. Heel veel natuurgebied daar rond en erin ook natuurlijk. En als je dat wilt gaan bestuderen met een ecohydrologische studie, heb je ook een grensoverschrijdend model nodig, want de grens van Nederland zie je hier mooi in een blauwe lijn afgebakend, netjes door het grenspark. En ook netjes door in het zwart afgebakend het grondwatermodel dat in opbouw is. In het tussentijdsrapport kon ik wel eens een voorproefje doen, waarvan ik daarnet ook een gelijkaardig figuur gezien heb bij Vernes en bij Jeff. Als men dan de ondergrond gaat bij elkaar leggen langs de kant van Nederland, zoals beschikbaar toen bij het tussentijdsrapport, dan krijg je deze info, die netjes op de grens tot deze info met België leidt. En dan zie je dat toch dat het toch niet helemaal uniform aansluitend is. Ja? Maar toen in het rapport van juni was er wel de voetnoot ook bij van we zijn bezig, ja, met een grensoverschrijdend project, het H3O-model van de Voorkempen. Maar dat was op dat moment nog niet beschikbaar en kon dus nog niet gebruikt worden. Als ik vorige week met de Witteveen en Bos en met ANB daarover sprak om het gebruik van die figuur te doen, kreeg ik in primeur te horen dat inderdaad H3O wel weer beschikbaar was voor de Voorkempen voor dit project en dat ze volop bezig zijn om de resultaten van dit project H3O de Voorkempen te integreren in deze lopende studie. Dus ik denk netjes op tijd H3O de Voorkempen gereed. Als je dan deze geologische opbouw gaat vertalen naar een model, een principemodel voor grondwatermodellering, is het toch wel heel complex dat zich daar voordoet in het grenspark, waarbij je heel veel verschillende tussenlagen hebt, ja, die aanleiding kan geven tot verschillende grondwaterstanden, verschillende stijghoogtes en meer specifiek ook schijngrondwaterspiegels. Dat maakt het geheel wel heel complex om te gaan modelleren en een grote uitdaging. Niet alleen de invoer van een hydrogeologische, consequente, aansluitende
ondergrond is van belang voor een grondwatermodel. Maar je hebt ook nog andere input nodig. En als voorbeeld daarvan een figuurtje uit diezelfde studie, waarbij je een heel aantal driehoekjes kunt zien van de grondwateronttrekkingen. Schrik niet, inderdaad, dat zijn allemaal grondwateronttrekkingen. De blauwe driehoekjes zijn de grondwateronttrekkingen, waarvan gekend is wat de vergunde debieten zijn. Idealerwijs heb je wel natuurlijk de reële opgepompte debieten nodig voor een grondwatermodellering. Dat heb je meestal wel voor die grotere, maar voor die kleinere is dat moeilijker. Maar je hebt niet alleen vergunde debieten, maar je hebt ook wel gekende boringen en gekende onttrekkingen, zonder dat er eigenlijk het vergunde debiet of het reële, laat staan het reële onttrekking bekend is. Dat zijn dan in dit geval de rode driehoekjes allemaal hier in het gebied. Los daarvan, in ieder geval, zijn er ook wel een aantal illegale boringen, maar als je gaat modelleren is dat wel heel moeilijk om mee te nemen. Wat niet gekend is, kun je er niet insteken. Dat alles om te relativeren van als je gaat grondwater modelleren, is de input toch wel van groot belang, want die gaat mee bepalen wat de output gaat zijn en de betrouwbaarheid van het resultaat. Nu, wat kun je dan met zo'n grondwatermodel gaan doen? Ja? Zeker in de richting van natuurbeheer, ecohydrologie. Daarvoor wou ik toch even overgaan naar een vroeger grondwatermodel. Een grondwatermodel dat in 1998 opgesteld geweest is en gestart is door het vroegere Amindal afdeling water. Nu is dat VMM. En dat werd toen uitgevoerd door Envico. Nu is dat ondertussen Haskoning. Ja. Toen destijds, PITPA en andere partners waren daar ook bij betrokken, was zeker dat veelvuldig voorkomen van die hangwatertafels duidelijk dat dat niet evident is om zomaar te gaan modelleren. In dat grondwatermodel heeft men gebruik gemaakt van heel veel verschillende gedefinieerde scenario's. En die heeft men dan aan de hand van preliminaire inschattingen voor de stationaire toestand van het model proberen in te schatten, specifiek voor de Kantoutse heide. Ik spreek me niet uit over de zoom, maar voor de Kantoutse heide gaan inschatten. En dat zie je in de tabel geknipt uit het rapport van destijds. Het rapport van 2000 ecohydrologische studie van de Kantoutse heide. Waarbij er een rangorde was van grootste invloed naar kleinste invloed van verschillende menselijke invloeden. De top 5, daarin zat met stip op nummer 1 drainage aan de oppervlakte, het landgebruik. Er zitten ook 3 drinkwater grondwaterwinningen in. De waterwinning van Essen, de waterwinning van Huibergen en de waterwinning van Ossendrecht. En binnen de top 3 zat ook nog wel bos als een belangrijk landschapselement die toch wel wat invloed had op grondwater en de grondwaterstanden. Als conclusie, ja, na deze preliminaire scenario's en opleisting van grootste invloed, was de conclusie, hier ook een knipsel uit de conclusie van het rapport, zeker die drainage. Maar gelukkig kon men toen al zeggen dat binnen het gebied van het grenspark toch al heel wat gerealiseerd en in kaart gebracht was en in de pijplijn zat. Maar ook drainage buiten het grenspark had toch ook wel zijn belangrijke invloeden op het grenspark zelf. Uiteraard, ja, niet heel onverwacht, hadden de drinkwaterwinningen, de grote winningen dan toch, ook invloed op het gebied. Ja. En waarbij we zeker ook moesten hebben van hoe verder dat de drinkwaterwinning weggelegen was van de Kalmthoutse heide, hoe minder invloed. Ik denk dat dat een evidente was, maar dat werd toch maar eens onderstreept. Zeker, ook niet te vergeten, bosarealen. Een belangrijk element, een conclusie, was dat het verminderen van bosareaal toch ook wel een belangrijke stijging van het grondwater in het grenspark kon hebben. Nu, in 2000 is het geheel niet gestopt. Die grondwatermodel van destijds, gestart door VMM, is blijvend gebruikt gemaakt geweest, zowel door PITPA als door EVIDES, als door andere partners binnen het grenspark. En er zijn heel wat verder toen aanpassingen en verfijningen gebeurd om daar verder gebruik van te kunnen maken. Nu, als je zo'n aantal inzichten krijgt aan de hand van een grondwatermodel met een consequente ondergrond erbij,
daar moet je nog iets mee doen. Ja. Wat is er bijvoorbeeld allemaal wat gebeurd? Ik geef gewoon maar een enkele voorbeelden. De debieten van de drinkwaterwinningen. Figuurtje uit het studie van Witteveen en Bos. Op dit moment ja, zijn de debieten die onttrokken worden door de grootste onttrekkers, zijn de drinkwaterwinningen. Misschien even teruggaan naar een vorig figuurtje. Want hier staan toch wel de vier grootste winningen op. De winning van Huibergen, 10 miljoen kuub per jaar vergund. Ossendrecht, 6 miljoen. Winning langs de kant van Vlaanderen, Kapelle, 2,9 miljoen. En de winning van Essen, nu 2,2 miljoen. Dat is naar grote orde toe. En als ik even verder mag gaan. Ondertussen zijn er toch wel wat duidelijk dalingen die dat daar kunnen in het oog springen en die dat gerealiseerd geweest zijn. Waarbij ik als voorbeeld, en het is niet dat Pippa daar een en ander gedaan heeft, ook Evides heeft zeker inspanningen geleverd, al was het met zijn convenantas ook gehad hebben. Maar als voorbeeld van Essen, Essen is hier de blauwe lijn, op dit moment ongeveer 1 miljoen, maar je ziet dus daar vanaf de periode voor 2011, dat daar toch wel een stijging in zat, had ook te maken met de vergunde debieten. De vergunning voor Essen was tot en met 2003 7,3 miljoen kubieke meter per jaar. Wij zijn erin geslaagd om ook met een lager vergund debiet van 5,1 miljoen aan de drinkwatervraag in de regio te blijven voldoen. En sinds 2013 hebben wij slechts 2,2 miljoen kubieke meter per jaar vergund. Dus we zijn van 7,3 naar 2,2 vergund geminderd. En ook niet alleen vergunningstechnisch, maar ook opgepompt. Ja. Tot en met 1990 pompte Pitpa vrij consequent ongeveer 7 miljoen kuub per jaar op. Na 1990 tot 2000 zijn we al gezakt naar 6 miljoen. En moet ik toegeven dat met de inzichten die tevoorschijn kwamen, ook met de grondwatermodellering en de eco-hydrologische studie van 2000, zijn wij er stelselmatig in geslaagd om meer en meer te dalen. En zitten wij dus nu op 1 miljoen sinds 2011. Dus ik denk dat wij vanuit Pitpa een mooie bijdrage geleverd hebben om van 7 miljoen naar 1 miljoen voor de Kalmthoutse Heide daar toch een bijdrage te leveren. Niet alleen een vermindering van onze opgepompte debieten, maar met het inzicht van afstand ook en verminderde invloed hebben wij er ook voor gezorgd dat onze watervangputten zo ver mogelijk weglagen van de Kalmthoutse Heide en de dichtbijzijnde hebben we allemaal dus netjes gedempt. Debieten. Je hebt niet alleen grondwaterdebieten, maar je hebt ook debieten aan de oppervlakte en heel wat waterplassen. Binnen het gebied van het grenspark zijn er nog andere projecten uitgevoerd sindsdien. Zo is er bijvoorbeeld een leiding aangelegd, ja, langs de Nederlandse zijde, die water vanaf de grens van het grenspark naar het Kleine Meer doorpompt, om zeker ervoor te zorgen dat het Kleine Meer toch nat genoeg blijft. En ook voor het Grote Meer op Nederlands grondgebied is er een samenwerking ontstaan, ook met ANB en met Pitpa, om Belgisch water, ja, goed Belgisch water, dat anders vanuit de Nol zou weglopen uit het grenspark, om dat seizoenaal deels af te tappen en door te pompen, ja, naar het Grote Meer, wat dat toch, denk ik, een mooie realisatie is van een grensoverschrijdende samenwerking. Drainage was ook nog een belangrijke. Er zijn heel wat zaken waar er al gebeurd, maar tussentijds, en dan denk ik zeker aan acties die Natuurpunt gedaan gehad heeft in de Nol en omgeving, om bijkomende stuwen te plaatsen daar waar er drainerende grachten waren, onder andere voor het veengebied van de Nol hier, ja, dat is een beetje detail, langs de kant van België hier in deze hoek, ja, hier een detailfiguur van de Nol, waar bijkomende stuwen geplaatst zijn om het water op te houden. En toch voor België en voor de grote omstreken en blijkbaar een vrij uniek gegeven om een waterdicht folie te plaatsen, ja,
van aan de oppervlakte tot een diepte van, dacht ik, ongeveer 5 meter, tot aan een kleilaag, om ervoor te zorgen dat het veengebied hier nat genoeg blijft. En dit, dat zijn die groene lijnen hier, die twee groene lijnen, over een afstand van ongeveer 1000 meter. Ja. Dus ik denk dat dat toch ook heel wat resultaten gaat opleveren. We hadden ook gezegd, bosareaal, ja, als een belangrijk element. De details daarvan weet ik niet allemaal, maar wat ik wel weet is dat er toch zeer belangrijke verminderingen gebeurd zijn in het bosareaal, in het grenspark. En onder andere door omvorming van bos naar heide, wat dus eigenlijk nog zelfs nog een trap beter was voor het grondwater. Zeker door Natuurpunt, die daar heel wat gerealiseerd heeft. Dit was maar een bloemlezing van enkele ingrepen die daar gebeurd zijn in het kader van waterbeheer. Er zijn er nog heel wat andere maatregelen genomen. En ik ben er zeker van dat naar de toekomst toe, als wij die nieuwe ecohydrologische studie gaan hebben, dat we daar ook heel wat inzichten gaan kunnen uithalen waar we mee aan de slag kunnen. Als conclusie zou ik willen beëindigen van grensoverschrijdende afstemming is zeker van belang. Ja, H3O is daar zeker een mooi voorbeeld van. Afstemming zowel voor ondergrond als bovengrond, als voor integrale waterbeheer en natuurbeheer, heeft toch wel zijn voordelen. Wat ik zeker aandacht wil voor vragen, is voor toch wel de nodige aanpassingen aan lokale eigenheden. Men kan proberen grootschalig of toch iets of regionaal een consequent aansluitende ondergrond te hebben. Maar er zijn toch soms lokaal heel wat specifieke zaken, eigenheden, zoals hangwatertafels. En dan heb je toch wel wat bijkomende kennis en verfijning nodig. Wat mij betreft in ieder geval het belang van H3O en H3O de Kempen, de vorige Kempen, is zeker aangetoond. En wat vooral van belang is, van eens dat je daar zichten mee hebt, aan de slag mee gaat, om samen inspanningen te doen om die verworven inzichten ook tot realisaties te brengen. Voor diegene dat benieuwd is, kom en see tomorrow op de terreinexcursie in het Grenspark. Ja? Daar zit ook een bezoekje bij aan ons drinkwaterproductiecentrum in Essen. Maar deze excursie is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Tot daar de bijdrage. Dank u wel. Ik heb geen vragen zien binnenkomen. Dus ik denk dat we nu even kunnen pauzeren, zoals voorzien. We zitten heel mooi op timing. Daar word ik altijd blij van. Bedankt aan de sprekers van dit eerste deel al. En we zien jullie om 10:45 in deze meeting. Die blijft gewoon openstaan. Zien we jullie om 10:45 terug. En dan zal Marielle van Vliet van TNO de sessie openen. Tot straks.